Goedemorgen, het is vandaag maandag. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Ik ga zo meteen gezellig met Jip naar de stad. En daar heb ik heel veel zin in. We gaan lekker lunchen en gewoon even een gezellig dagje hebben. Misschien daarna nog naar haar huis of naar mijn huis. I don't know. Maar ja, ik heb er heel erg veel zin in, want anders moest ik me weer vervelen vandaag. En daar heb ik geen zin in. Dus, let's go. Ik moet volgens mij zo gaan, want ze is er volgens mij al bijna. Dus, ja. Ja. Aan mij vlog. Oh, leuk. Oh, gezellig hè, Sam. Nog internationaal volk. Ja, hij is een Belg. Hoor je nu niet? Oh ja, Vlaams. Vlaming. Een Vlaming. Belg. Ik ben geen Belg, ik ben een Vlaming. Heb jij nou zo'n leuk klepje aan de voorkant? Ja. Oh, zie ik er zo uit. Kan je gewoon jezelf zien, dat is toch handig? Ga je er zo uit? Vet gezellig. Dan moet je later ook wel gaan vloggen voor je werk. Wen er maar aan. Oh, dan die moet je, entertainment een musical vlogger worden. Ik heb die van Mamma Mia wel gekeken. Ja, die zijn leuk, hè? Ik vond het leuk. Ja, ik vond het ook helemaal leuk. Ja. Ik ben even lekker aan het koken en ik ben ondertussen naar jazzmuziek aan het luisteren. En ik ben helemaal niet thuis in dat wereldje, echt 0,0. Maar voor zangles moet ik een jazznummer gaan zingen. En ik vind het zo moeilijk wat ik dan moet kiezen, want ik heb dan een paar gewoon artiesten doorgekregen en dan moet ik gewoon luisteren. En ik vind het zo moeilijk wat ik moet zingen, want ja, ik weet dan gewoon niet wat ik dan moet kiezen, weet je wel. Want er is zoveel en ik vind het heel moeilijk. Maar goed, ik vind het wel heel chill om naar te luisteren, dat merk ik wel. Ik word er echt helemaal zen van. Ik ga dit echt vaker luisteren, denk ik. Don't deserve me, don't turn back now that we're here. People always say life is full of choices, no one ever mentions fear. If your heart is always breaking, then your world is just not fair. When your heart, nou, ik heb lekker de afwas gedaan. Ik heb een afwasvlog op Instagram gezet. Ik zal hem even laten zien aan jullie, want ik heb minder gefilmd met mijn camera. Maar ik heb me prima vermaakt tijdens het afwassen, dus. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Heerlijke afwassessie. Kom vooral langs. Kom met me afwassen. Super gezellig. Helemaal top. Nou, dat dus. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag. En ik heb 2 dagen overgeslagen met vloggen. Sorry, maar ik ben er weer. Ik ga vandaag met mama naar de sauna. Waar ik echt super veel zin in heb. Ik heb echt zin om eventjes mijn hoofd leeg te maken gewoon. Ga ik echt proberen vandaag. Even puur ontspannen. Ik heb er echt super veel zin in. Ik kan natuurlijk niet zoveel vloggen daarom vandaag. Maar goed. Ja, we gaan zo meteen naar Amsterdam. En gaan we daar naar de sauna. En ik heb er fucking veel zin in. Ik ga echt genieten. Ik heb vandaag echt zo'n chille dag gehad met mama. Het was zo lekker in de spa. Echt ongelooflijk. Ik zou het niet elke week willen doen. Maar zo af en toe is het echt wel heel erg chill om gewoon even zo'n dagje sauna te doen. Want je kan wel echt heerlijk ontspannen. Ook al heb ik best wel moeite met stilzitten en zo. Ik merk echt dat op een gegeven moment dacht ik echt, nou, ik kan gewoon niet meer chillen. Ik kan gewoon niet meer stilzitten in dit bad en weet ik het allemaal. Ik heb dus voor het eerst in mijn leven een opgieting gedaan. Nou, dat was me toch een beleving. Ik vond het echt heerlijk. Het was dus, dan ga je in de sauna en dan liggen er allemaal stenen en dan gaat een man daar allemaal water met een bepaalde olie opgooien. En dan gaat hij zeg maar wapperen met handdoeken en zo. En dan komt er dus heel veel warmte op je af en heel veel vochtigheid. En het is super heet en heel heftig wel, maar zo lekker.
En hij had dan zo'n achtergrondmuziekje op, wat echt super relaxend was. En elke keer als hij dat water over die stenen gooide, dan had je echt het gevoel alsof je, weet ik veel, door de wind werd meegenomen en de zee, alsof je dat hoorde. En het was echt zo ontspannend. Dat vond ik echt oprecht heel chill. En ik heb het ook gewoon volgehouden een kwartier, dus I'm proud. En het is best wel heftig, het is best wel heel heet. En ja, maar het was echt zo lekker en mijn huid voelt nu ook echt zo chill. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en ik moet zo meteen naar de dokter. Want ik moet een verwijsbriefje regelen voor logopedie. Dat moet ik gaan volgen voor school. Nu denken jullie waarschijnlijk waarom, maar dat heeft met heel veel factoren te maken. En prima, dus ik moest even een verwijsbriefje halen. En er zit van alles op mijn bek. Want ik kan nooit normaal eten. Maar dat ga ik nu dus zo meteen even doen. Mama heeft dus een kattenplant gekocht voor Milou. En nu zit ze de hele tijd aan die plant te kauwen. Ik ga er zo stuk om. Lekker hè, Joet? Ik ben weer terug van de dokter. En ja, het liep natuurlijk weer een half uur uit. En ik was echt binnen 3 minuten weer uit die afspraak. Dus het slaat helemaal nergens op weer. Maar goed, ik heb mijn verwijsbrief. Dus dat is top. En nu ga ik eventjes aan school werken de hele dag. En ja, dat moet ook gebeuren, weet je. Weet je, ik heb nu echt weer helemaal het gevoel alsof ik weer in mijn tussenjaar zit. Toen zat ik echt letterlijk elke dag aan deze tafel te werken en weet ik het wat aan het doen. En ja, ik vind het wel echt heerlijk om even thuis te zijn. Ik vind het altijd een stap om naar huis te gaan. En dan denk ik van, nou, het hoeft eigenlijk niet. Maar als ik er dan eenmaal weer ben, dan denk ik van ja, is eigenlijk wel chill. Zo, ik ben vandaag lekker bezig geweest met school en ik ga zo meteen naar Amsterdam met papa, want ik ga sushi eten samen met papa. Dus dat is echt super gezellig. Even lekker met z'n tweetjes, dus dat is heel fijn. Ik ga waarschijnlijk niet vloggen. Dus ik ga vanavond even lekker bijkletsen met papa. Ik laat mijn vlogcamera lekker thuis, want ja, gaat toch niet gebeuren. Dus ja, echt super veel zin in en gewoon zin in sushi, as always. Kijk eens met wie ik ben. Lang geleden. Zo lang geleden. We hebben even lekker geluncht. Ja, ja. In ons mooie dorpje. We zijn reunited. Yes. Dat is echt heel lang geleden. We hebben elkaar, denk ik, 3 maanden niet gezien. Ja, ook misschien wel meer. Laatste keer. Oh, nee, 3 dan. 3 dan, ja. 3 maanden. Heftig. Ja, is heel heftig. Want normaal zagen we elkaar, nou ja, wel vaak. Bijna elke week. Bijna elke week. Een tijdje. Ik ga nu even een foto maken, want deze meid moet meer foto's op Instagram. Het is echt vreselijk. Ik mis het zo erg. Sorry jongens, dat ik niet zo actief meer ben. Ja, soms gaat het. Zij wel, dus volg haar. Zij is heel actief. Zij post elke dag. Hallo. Hola, het is vandaag zondag en ik had vanochtend al een klein stukje gefilmd bij Guillaume. Ik was daar omdat ik even wat dingetjes voor hem moest inspreken. En toen heb ik ook gelijk een nieuw nummertje opgenomen. Ik weet nog niet of ik dat ga plaatsen op YouTube of whatever, want het is altijd een beetje gezeik met rechten en zo. Ik heb het eigenlijk een beetje voor de lol opgenomen en ik kijk wel even wat ik ermee ga doen. Ik kan het sowieso wel aan jullie laten horen als ik hem eenmaal heb. Maar ik zit gewoon nog even te kijken of ik het op YouTube ga zetten of niet. Ik ga straks weer lekker naar Tilburg. Of nou ja, lekker. Ik weet niet of ik er zin in heb. Ja en nee. Dan is de vakantie wel voorbij. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel weer genoeg geweest zo. Dus komt helemaal goed. Maar ik wilde toch nog even vloggen voor jullie natuurlijk. Ik heb trouwens een pakketje binnengekregen van Chiquelle. En daar heb ik bijvoorbeeld deze trui nu ook van aan. Ik zal wel even laten zien wat ik heb gekregen. Dat is misschien wel leuk om te zien. Ik ga het niet allemaal aanpassen nu. En ik laat het ook nog even hier bij mijn moeder liggen. Want ik krijg het allemaal niet mee naar Tilburg nu. Want ik heb maar een klein koffertje. Dus dat ga ik later wel even meenemen. Maar ik zal het wel even laten zien. Nou ja, het eerste is dus deze trui. Het is een super lekker warme trui. En ook chill dat die wit is. Ik vind dat altijd wel lekker fris voor in de winter. Het tweede wat ik had gekregen is dit topje. Het is zeg maar zo'n overslagtop. Dus nu denk je, oh, het is een vestje. Maar je zeg maar overslaan en is het gewoon een dichte top. Alleen, ik heb deze dus in de maat M.
Terwijl ik normaal een beetje tussen S en M in zit. Maar ik vond hem vrij klein vallen. En hij is ook heel kort. En daar hou ik niet zo heel erg meer van. Dus ik weet nog niet zo goed hoe ik dit ga dragen. Maar ik laat hem voor nu sowieso even hier. Dan heb ik ook nog deze trui. En hier ben ik wat minder blij mee. En dat ligt vooral een beetje aan de kleur. Want ik vind de kleur gewoon niet zo heel erg mooi bij mij staan. Dit vind ik niet zo'n hele leuke trui eigenlijk. Ik had hem wel gepast. Maar ik vond de kleur gewoon niet zo mooi. En het is gewoon niet helemaal mijn ding. Dus ik weet nog niet of ik deze ga houden. Dan heb ik nog één trui. En deze heb ik nog niet gepast. Deze lijkt een beetje op die bruine. Maar dan is hij wit en hij heeft net even een ander stofje. Maar ik denk dat ik deze wel heel chill ga vinden. Sowieso vind ik die kleur gewoon vet. Net als deze. En ja, deze vind ik sowieso wel heel erg leuk. Dat komt helemaal goed. Deze ga ik denk ik met veel plezier dragen. Dat waren de items die ik heb gekregen van Chicuil. Ik dacht het toch even leuk om te laten zien. En ik weet nog niet zo goed wat ik nu ga doen. Misschien nog even... Sowieso ga ik nu denk ik even opruimen hier. Zodat mijn kamer gewoon weer netjes is. En even goed inpakken. En dan zie ik het wel. Oh, mijn liefje, Jona. Ja! Nou, spontaner dan dit, dat komt gewoon niet. We zijn weer lekker thuis. We zijn weer together. Together. Weer een nieuw semester te gaan. Ja, en een nieuwe periode gaan we in. Een nieuwe start. Een nieuwe start. Met meer thee met Pam en Joy. Ja, verdomme. We hebben nu ook even lekker een theetje. Pak hem er even bij. Maar je ziet me voor het echte gevoel. Ja, voor even het Pam en de Zooi en Taylor. Ja. We moeten morgen weer lekker naar school. Zin in? En dat na een week uitslapen. Ja, dat doet een beetje pijn. Maar we hebben nu nog even een avondje op de bank. Nog even van genieten van ons laatste avondje vakantie. We zullen ons erbij. Ja, godverdomme, alleen maar familie Kruis op tv. Ja, dat volgen we dus ook nog niet eens. Nee. Dus we zitten gewoon nu te kijken of we kijken. En je gaat kijken hoe kindje ooit mij komt. Begrepen? Oké. Hoofdpijn van wat in potentie een levensveranderende ervaring voor mij zou kunnen zijn. Het is over geld. Daar moet je überhaupt nooit een probleem van maken. Daar is het leven tekort voor. Dat soort kleine dingen zo. Te helpen bij onvoldoende weerstand en verkleinen de kans op griep en verkoudheid. Door consumenten beoordeeld met een 9,2. Ik ben dus weer lekker in Tilburg, lekker in mijn kamertje en ik ga nu lekker slapen. Het is 10 voor 11. Waarschijnlijk ga ik nog wel even Netflixen, dus voordat ik slaap is het waarschijnlijk 12 uur. Maar goed, maakt niet uit, weet je, that's me. Dat zijn we gewend van mij. Maar ja, morgen weer naar school. Ik heb er wel zin in, ook weer niet, ook weer wel, een beetje dubbel. Maar ja, we gaan er gewoon weer voor. Nieuwe periode. We gaan knallen deze periode. Want ja, tentamens komen er ook aan pas in december. Maar het is toch over 2 maanden. Dus we moeten wel even knallen deze periode. Mezelf lekker laten zien op school. Daar heb ik super veel zin in. En ja, ik ga slapen. Want ja, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei doei! Thank you.